Nu moeten we ook niet zeggen dat dit de tweede keer is dat dit jullie dit gedaan hebben. Nee, dat moet je niet zeggen. Dat, dat zeggen we niet. Oh. Wow, kom maar, ja, het is een beetje... Oh. Huh? Wie zijn idee was dit? Jij hebt die kast ergens. Wie heeft die tas? Niet, ja, oh. Ja, je kan nu rechtdoor. Maar er zit zo'n blok op. Is dat niet dat als hij te ver gaat dat hij dan remt? Nee. Oh. Hoe lang hebben jullie hierover gedaan? Ik wacht op het top. Ja, Jules springen. Hoppakee. Ik ben gewoon, ik ga hier in de hoek staan de hele dag. Ik ga jullie filmen zo. Ik ben... Nee, ik besta niet. Ik ben hier alleen maar om te filmen. Jij bent hier die typische vlogger die als er werk gedaan wordt. Oh, ik film wel! Hey, het was jouw idee om te filmen. Even vermelden. Nee, zal ik even helpen, Lotte? Ja, graag. Ja. Oh, ik moet naar de keuken. Keukenattributen. Ja, wat gaan we eten? We hebben niet bedacht. Oh. Heb je een voorkeur? Ik vond eigenlijk wel een 3-gangen-menu. 3-gangen? Ja, En betaal je daar dan ook voor, of dat dan niet? Ik kom al verven. Oh! Ja, maar daar is mijn reisvergoeding. Oh, ja. Reiskosten worden niet vergoed. Ah, shit, man. Nee, ik ga mijn content, ja. Oh ja. Moet dat naar boven? Zij heet Jols. Jols. Ja, we gaan dit hier naar... Ja, oké. Okay. Nee, succes. Ik film wel. Anders hebben we zo'n lach om home video. Weet je wat je doet? Je zet de camera daar neer en dan kan je lekker mee helpen. Weet je wat je moet doen? Je moet nu gewoon zo'n rekending met allemaal wiskundige dingen moet je er overheen plakken. Editen. Oh, die meme. Ja. Hoe pakken we dit aan? Aaron? Ja? Rate dit proces. Dit proces, dit gaat hem niet worden. Jawel. We hebben nog heel lang te gaan. Hè? Let op de spiegel, hè? Nee, oké, maar die kant... Waar zit de spiegel? Ja, als de spiegel aan die is kant. Sowieso boven. Ja, precies. De hele kast. Ik zou hem kantelen. Oh, kan dat? Nee, maar dat is toch de... Maar je moet hem omhoog en dan kantelen. We moeten even dit gebruiken, want hier gaan we niet omhoog kunnen zijn. Ja, maar je kan hem zo recht omhoog optillen en dan doe je hem één treetje verder en dan kantel je hem en dan heb je ook... Ja, als je hem één treetje omhoog doet, dan kan je wel kantelen, denk ik. Timelapse. Hoor je dat? Meteen... Ja. Dit begint al meteen goed, anders halen we hem uit elkaar, dat kan ook. Oh, nee, maar dit gaat super. Nee. Jawel. Scary. Ja, we gaan dan terug kleden. Wat als we... Zo. Nee, dit gaat... Moet ik achteruit lopen, dat is al... Oh. Ik ben benieuwd of ik hier doorheen pas trouwens. Oh shit, de accu is bijna leeg. Hij is aan het knipperen. Kijk naar boven. Ik denk dat we prima. Hallo mensen. Sanne, doe even via de spiegel een rating. Wacht, je moet even. Een rating? Dit was een 10 uit de 10. Ja, 11 misschien wel. Een 11. Ja, we moeten verder. Hij moet tegen de muur. Nee, tegen de muur. Welke muur? Je hebt er 3, 4. Die. Ja, oké. Okay. De achterste. Ik heb het niet gezien. Achterste. Gewoon achter, ja. Gewoon hier zijn we wel. Een jaar geleden. Nou, wat prachtig! Hij staat. Hier kan je dan wonen. Ja. Ja, kijk, ik heb nu 8 kamers, hè. Deze is voor Aaron. Oh ja. Die is voor Niek. Wat? Die is voor... Voor Sanne, ja? Oh, die mag ik krijgen. Jij krijgt met Lint. Met Lint. Oh, met Lint. Die is voor Jols. Jols! Voor Jols. En dan, nou, Jul, die kan wel, die past wel, toch? Hoe moet Jul 2 vakken? Ik denk dat Jul niet genoeg, hè? Nee, ze Jul kan zo voor 2 vakken. Ze kan zo met haar hoofd en dan met haar benen daar. Als we haar nek gewoon oprollen, dan... En dan Sylvia, Sylvia kan ook wel een half vak. Biotex. Eerste ding wat je koopt als je een nieuw huis handig. Koopt. Biotex. En wat is het? Vaatwasblokjes? Jij bent echt zo onzelfstandig, Sanne. Ik heb laatst geleerd hoe je vaatwasser aan moet zetten. Lekker. Jezus. Voor die taartbakvideo in de ochtend zei mijn moeder van, ja, moet je nog leren hoe de oven werkt in de vaatwasser? Ik ga stuk. Het is om handwas, voor handwas is het. Dan zippy lookbags. Of als je in je sink, in je ding gaat afwassen. Nee, handwas. Als je zeg maar een klein beetje was hebt, kan je een teltje doen, doe je dat erbij met warm water en dan hoef je niet de hele wasmachine aan te zetten. De wasmachine? Ja. Niet eens de vaatwasser? Nee. Oh. Waterbeschadigd. Zo. Hey. Hey, bezoek. Kan iemand de deur open doen? Sanne, doe je even de deur open. Hey. Sanne, vlogger, ga nou eens aan het werk.
Aaron, doe dan de deur open. Content. Review. Oh, oh, ladder! Ik wil deze glazen uitpakken en dan niet de wijnglazen, maar de normale glazen in een van die kasten zetten. Nog een voorkeur? Nee, doe maar mooie. Een mooie. Alsof ze er niet mooie tussen heeft zitten, wat heeft ze? Dat is echt... Hoe weet je dat is een wijnglas of niet? Dat is klein wijnglas. Dat is een bedrijvend wijnglas. Ik denk dus voor dat... iemand die niet zoveel dorst heeft. Dan moet hij door de ramen heen kruipen. Ik kan niet zien. Is de Engert weg? Hey! Oh, je gaat. Oh, je wilt door het raampje naar binnen. Ja. Oh, nog enger. Over het keukenblad heen. Oei. Hallo Fresh! Hallo Fresh! Hallo Fresh! We gaan luxe eten. No spon! Sonne. Ja. Heb jij al gedronken? Ja. Goed zo. Ja. Jules, heb jij al gedronken? Nee, wijn ga drinken. Niet, ga drinken. Water wel. Wil je een wijntje? Lekker wijn. Nee, ik mocht niet wijnglas uitpakken. Ik neem geen wijn mee. Nee, geen wijn vanavond. We gaan even kijken, een unboxing. Unboxing. Kan je een hele video aanwijden? Ja, oprecht. Unboxing. Servies, blender. Oh, jezus. Het is allemaal een beetje, ja. Rustig. Wow. Krant. Dat top, hè? Dit is echt een unboxing. Oké. Dus willen we van dichtbij meemaken. Wilt u nog iets zeggen voordat... Dit is een beetje niet zo'n surprise op de basisschool. Ja. Dit is iets wat heel veel voor me betekent. Het komt uit Den Bosch. Hey, daar komt niet vandaan! Oké. Dit is al lang, moet ik zeggen. Weet je, de climax is wel... Oh, let op, de grootste gift zie je zo op de voorkant, ja? Oh, zo. Wat ziek. Maar geef toe, mooi spiegel. Het is een mooie spiegel. Jij hebt nog iets op de rommel. Ja. Damn. Nee, deze op het bureau boven, in de kamer van Roos. Ja, dat wordt zo. Ook gefeatured nu, hè? Ja. Van maar wil je je Instagram pluggen? Ja, meet en Nicky op Instagram. Kijk maar volgen. Ja. Ik zou het doen, hè? Volg jij hem al? Volg jij Nicky al op Instagram? Ik volg Nick wel. Wil jij ook nog afzeggen van... Nee. Ah, oh, wat een teleurstelling. Dit is een mysterieus leven dit. Niemand zal het weten. Ik ga gewoon hier staan. Totdat er iemand binnenkomt. En dan blijf ik gewoon filmen. Of er komt niemand binnen. Ben ik... Hallo? Oh, zo. Phasmophobia in real life. Oh my god. Ghosten. En wat voor ghost is dat? Ja. Is toch wel een taaie. Ja? Ja, een taaie. Ja, dat is wel. Zo, helemaal fancy. Pastamaker. Een pastamaker. Zo, wat een luxe. Bakjes. Kijk eens. Sanne, ga jij ook eens wat doen nou? Ja, ik wil best... Geef maar, ik heb een hand. Zo. Ja, jongens, ik heb een mok. Wie wil er een mok? Ik heb een mok. Sanne heeft één mok gedragen. Ik heb geholpen. Sanne? Kijk eens, meid. Die kan die kleine niet... Deze is het best. Oké. Dat kan jij. En dan zei ik dat... Ja, dat kan. Die valt wel mee hoe zwaar die is. Kijk eens. Zo, kijk uit. Los. Welke kamer moet hij eigenlijk? Weet je dat? Doe maar die. Oké. We kunnen hem altijd verplaatsen. Dat is waar. Kijk, dan zetten we hem hier. Kamer review. Oh my god. Kamer review. Ja, hier kan je lekker zitten. Op dit balkonnetje kan je goed zitten hoor. In de zomer met een drankje. Kijk, dat doe je zo. Welkom in de crib. Oh ja, we willen een house tour, Lotte. Ja. De kijkers weten het helemaal niet. We gaan zo. Bij de housewarming toch? Oké, zullen we even naar de echt gaan, maar dan doe ik ook de deur open. Ja, goed. Dan doen we het echt professioneel. Kijk deze lamp. Zo. Kijk of het. Moderne kunst is dat. Wat vinden jullie van deze lamp? Het is mooi. Quantum. Quantum? Ja, komt bij de quantum vandaag. Ik heb hem ook. Zo. Oh, vet. Dit hier, en dan ben ik. Ik hoop dat ik in beeld heb. Ben je close-up? Ja. Nee, maar dat moeten jullie even allemaal. Dit komt in de video, niet eruit knippen. Oké. Yes. Als je kijkt, dan zou ik... Doe even maar. Hoe vaak zie je? Ja. Dat is... Oh, die zou ik even afwassen. Aan het zwoegen in de keuken. Jazeker. Hoezo hebben mensen ja gezegd dat het goed was als ik dit zou filmen?
Het is toch gewoon een meme? Weet je, maar dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Het is leuk om aan te doen. Jullie hebben bij de stofzuiger weg in dat vak in de keuken. Bij de stofzuiger. Is er nog meer over te doen? Dit is allemaal zo terug naar de auto. De auto? De auto, oh. Ja, dat zijn lege dozen. Oh, dan moeten we naar beneden. Oh, ja. Oh, dan kunnen we een lift tour doen. Holy shit. Hoe vet is dat? Nou, let's go. Of moeten we... Nee, er moeten nog meer dozen in. Al die dozen moeten mee. Wil je een house tour doen? Ja, mag ik de house tour filmen? Dat vind ik wel, de eer. Natuurlijk. Welkom bij Eigen Huis en Tuin. We gaan vandaag kijken. Zo, zou ze open doen? Is ze thuis? Dat is de vraag natuurlijk. Hé, hey, ze is thuis. Hé, hey, wat een leuk huisje. Nou, kom jij binnen. Zo, jij ja, mag er binnenkomen. Ja. Kijk. Nou, laat eens zien. Hoe is het geworden? Nou, we hebben hier de wc. Zo. De belangrijkste area van het huis. Ja, dat moet je wel hebben. We brengen de meeste tijd door. Is dat zo? Dat ja, gaan we nu al. Als mensen mij willen bereiken, vanaf beneden. Kijk, we kunnen ook. Dat is wel leuk. Is dat een goede knop? Hallo? Oh, kijk, we kunnen spioneren. Oh, we kunnen gewoon. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dan kan je kijken of er een Engert aan de deur staat. Precies, dat je dan naar binnen mag. Ja. Nou, we hebben hier de meterkast. Zo. Staan leuke dingen. Ik kan het gas afsluiten. Oh. Ja. Dat zou ik niet doen. Maar gaan we niet doen? Schoenenrekje. Ook heel leuk. Belangrijk. Nou, dan gaan we nu naar de main area. Oh. Hebben we hier de woonkamer? Zo. Waar je niet doet alsof je heel druk bezig bent. Maar eigenlijk al de hele tijd niks aan het doen. Heel belangrijk attribuut, die blijft hier staan. Dit is een kunstobject. Uit welk jaar? 1911. Zo! Die heeft wel veel waarde dan inmiddels. Zo. Dan hebben we hier Secret Giveaway. Oh, oh. Oh! Nu abonneren, joh! Oh mijn god! De eerste die comment, dit is echt lit. Ja, die krijgt hem zeker. Dan kan we hem langs brengen. Absoluut, ja, absoluut. Niet in Landgraaf. Nee, niet aan de andere kant van Nederland. Nog een giveaway voor die tweede persoon die komt. Dit is echt lid. Spanning. Komt-ie? Een Lego! Wat? Dit is wel epic. Hier een hele mooie ingebouwde boekenkast. Dat is wel, ik zie geen boeken. Ja. Waar zijn die boeken? Ik lees niet, nee. Dit is ja, ik moet even Aaron bellen. Want waarom bellen we Aaron? Ja, fijn. Voor een telefoon. Ja, dat is hier. Oh. Nice. Hij neemt alleen niet op. Ah, eerst is... Cilia wel opneemt. Nee, Cilia neemt ook niet op. Wat is de naam? Zodat ik, mogen de kijkers wel een naam voor die beer verzinnen? Okay? Ja, ja, laat een naam achter voor dit beertje. In de comments. De comments, oh, holy shit. Nou, dan nu de trap. Dan. Let op, hè. De CP. Kleurtjes, zo. Dan flex ik geen kabel. Zo. Mooi joh. Dit is wel het beste plekje van het huis. Ja, hier zal je mij vaakst vinden, kan ja, ik wel. Ja, daar kun jij wel slapen. Ja, dat is goed. Zitten er geen spinnetjes? Nou, dat merk je wel. Oh, oké, okay, fijn. Hier de kamer van mijn huisgenoot en nu, oftewel, het rommelhok. Niet mijn probleem, dit en niet mijn probleem. Nee, is redelijk. Dan hebben we weer het balkon. Ja, je moet niet te lang naar beneden kijken hier, want dan word je wel een beetje... Oh, dan gaan we kapen. Nou, deze lamp, echt retro aesthetic. Is het ook van de Quantum? Ja, hoorde van een expert dat dit van de Quantum... Oeps. Is het niet aan het recorden? Nee. Dat heb ik allemaal niet opgenomen. Geen idee. Ik ben een goede vlogger. Hier kijk je wel boeken. Ja. Zodat ik die meenemen voor mijn boekenkast? Ja. Je leest niet. Zit er tenminste iets in. Nee, ik lees best wel veel. Ik heb echt wel, denk ik wel, 150 boeken of zo. Ja, dat is echt waar. Ja, ik heb heel veel boeken. Sinds dat ik van school af ben, lees ik ook weer. Sinds één maand. Nou, Sanne. Voor mijn boekenlijst heb ik nooit gelezen. Leven veranderd. Ja. Heb je alles gelezen wat op je lijst stond? Nee, niks. Heb je niks gelezen? Nee, ook geen gedichten. Ik had helemaal niks gelezen. Wat had je? Een 8,5. Wat is die nou weer? Dit staat er weer in. En ik was de avond van tevoren begonnen. Nee. Ja. Met mijn moeder, de avond van tevoren. Ik had ook een 8,5 en ik heb al die boeken gelezen. Ik heb een eigen gedicht geschreven. Echt? Ja. Ik kreeg dat gedicht van... Wie heb jij? Oh. En een andere gewoon. Maar zij is wel rechtvaardig. Ja. Maar ik kreeg dat gedicht voor me en toen ging ze vragen stellen. Toen moest ik eerst dat gedicht nog snel lezen, want ik had hem nog nooit gezien. Nou. Dit is echt... Nou, ik ben echt boos hierover. Weet je, je mag niet meer naar huis. Wat is dit? Oh, ik ga wel weer terug, hoor dan. Ik ga het tegen Jules zeggen, die wordt ook echt lijp. Oké, ik wil de reactie filmen. Ga open.
Ja, je lift heeft ook een beetje moeite met de hitte. Ja, hij zit zwaar. Jul! Sam had een 8,5 voor de mondeling, is heeft niks voorbereid. Dat valt Nederlands. Welke daar zijn jij? Nederlands. En een of andere gozer. Ik had niet eens de gedichten gelezen van tevoren. Wat is dit nou weer? Dit is toch echt een grootje skit en nooit gehoord hebt. Ja. Ik ben echt boos. Maar sowieso de 8,5. Nee, Siel is een 8, ik heb een 8,5. Oh. Maar nee, ik had een 6. Ik weet niet meer, ik had er een 6,5. Puur omdat mijn vergelijkingsopdracht wel goed was. Ja, nee, maar hoe heet het? Veld geeft juist overal eigenlijk hogere cijfers. Alleen nu geeft hij blijkbaar 8,5 aan mensen die niks doen. Fem. Er staat kleur in de muur. Ja. Ah. Ja, die was er in de eerste gordijn hier zo. Cool camouflage. Ja. En toen haalde we hem eraf en toen zat dat echt zo. Ik heb een muurschool meegenomen, dus Jezus, wat is dat nog meer pannen? Wat denk ik dat er hierin zit? Ik denk bestek. Ja, bestek, dat vind ik fijn. Oh, zo! Oh, wat voor fancy bestek? Oh, een botermesje. En een boze peper en een gele en een potater. Wauw, wat een feest. Potato. Potato, potato. Kijk eens, dit is wel de shit hoor. Sowieso, iemand gaat het zo meteen kapot lopen. Nee, het zit ook. Is dat ongelakt hout? Ongelakt, ja. Ja, die poten? Ja. Dan zal ik even afkloppen. Is het ongelakt? Weet ik niet, vast niet. We hebben betaald. Betaald! Hebben we echt betaald? Ja. Hebben we überhaupt een frituur? We hebben oven en airfryer, toch? We hebben een oven. We hebben geen oven. We hebben geen oven. Oh, Lotte, heb jij een oven of iets? Ja. Oh, wel. Een huis. Frietjes. Ja. Waarom zou ik geen oven? Dat weet ik niet, dat zei Julia. Wat wil je zeggen? Neem de moment. Nou, we zitten hier gewoon get van eten te maken. Oh, sorry. Taalgebruik. Wij maken het eten. Ja, en wij verven. Ja. Oh, goed verdeling. We hebben het heel goed. Het is heel goed gepland. Ja, deze in het. Ja, wat gaan we eten daarom? We gaan volgens mij hebben we spinazie. Nee, wat hebben we nou? Rijst? Lijkt op elkaar. We hebben iets met prei. Wil je het er los in? En gehaktballen. Ja, nee. En patatjes. Patatjes. Ja, het kindermenu. Oké, we hebben deze prachtige verfstok hier. Oh, die vind ik wel fancy. Mag ik die? Dat is goed. Oké, dus wat stap 1 is het verf van de randjes. In principe kan je, meestal doe je dus zeg maar gewoon van de hele muur de randjes en dan hoor je de hele muur, maar dat kan nu dus niet omdat het zo warm is. Dus je moet een beetje dus in sections werken. Dus één iemand die gaat zo op de ladder, die doet zeg maar dan, ja, dit is wel heel kut, dit moet allemaal met de kwast, omdat die kut buis ervoor zitten, maar je kan dus beter gewoon eerst even de rechte stukken muur doen en dan het losse werk, dat doen we dan gewoon met de kwasten. Maar wat je doet is, je hebt zo zo'n mooie bak. En dan zit daar verf in dit. Daar dip je hem een beetje in, zodat hij wel goed zit, maar niet, eigenlijk niet helemaal vol. Dan rol je hem zo hier een paar keer, kun je dat ding tegenhouden met je voet of zo. Dan rol je hem zo een paar keer goed heen en weer, zodat er wat verf van afgaat. De randjes zijn dus al gedaan. En die zijn al gedaan. Ja, die moet je op anders verstand voel doen voordat jij daar gaat rollen. Oh, zo, ja, dat hij nu al. Nee, dat is jammer. Dan ga je zeg maar zo van boven naar beneden en dan ga je zij en dan ga je weer naar beneden en weer naar boven, maar niet wel weg dan. En niet helemaal tot de bovenkant, want zeg maar als je stopt met rollen, dan drink. Hallo. Pauze! Nee. Schat. Dit is wel goed. Ja? Dus iedere keer als je zeg maar stopt met rollen, dan blijft er een klein laagje verf over. Ja. En dat is natuurlijk kut, want dan krijg je laagjes en dat willen we niet. Dus je doet zeg maar bijna helemaal boven en dan goed. En dan op een gegeven moment voel je dat hij een beetje leeg is. En dan ga je overal, waar je geweest bent, ga je nog een keer overheen. En dan ga je wel even tot de top. Je moet niet het plafond raken natuurlijk. Maar dan ga je wel eens helemaal naar boven, helemaal naar beneden. En dan smeer je dus die opgebeelde randjes uit, zonder er nog heel veel extra verf bij te smeren. Anders doe je het één keer en dan nog een keer. Ja. Ja. Dus je gaat overal twee keer overheen. Ja. Okay, dus je gaat overal twee keer overheen.
Nou, dan ga je dus naar het volgende stukje. Normaal gesproken zou je dus eerst alle rondjes doen en dan dat. Nou, dan heb je nog een bijlichtknopje. Dan is zeg maar, wat je doet is, je gaat gewoon naar aan de zijkanten langs, allebei zijkanten. En dan doe je echt één keertje, doe je even zo goed langs het randje. Er zit niks voor niks stapel, dus mag je best een beetje overheen. Zo langs het randje. En dan doe je nog een keer aan allebei de zijkanten even zo. Om die verf, want die staat dan natuurlijk in deze richting. Mm-hmm. En dat wil je niet, want je wil dat alle verf in dezelfde richting staat. Je gaat ook gewoon dan van onder tot het ding. Ja, dus je kan zeg maar van onder tot het ding. En dan kan je even één keertje schuinen, zodat je echt alles hebt. Yeah. En dan doe je bijvoorbeeld nog één keer inderdaad zo, bam. En dan doe je ze aan allebei de zijkanten nog even erlangs, zodat je alles goed uitsmeert. Yes. Dat. Eerst moet je alles even, want soms, je ziet dat soms zit er een beetje borreltjes en dingetjes in. Dat mag wel even een beetje geschuurd worden. Daarom heb je wit schuurpapier. Of grof schuurpapier. Je hebt ook fijn om het af te schuren, maar je moet eens kijken of daar zin in hebben. Nee. verder zeiden ze in die video van je moet alle verf die je hebt zeg maar bij elkaar gooien om een klein kleurverschil te voorkomen. Alleen het ding is dat we hebben gewoon een beetje te veel verf en ik wil eigenlijk niet alles uit die blikken doen. Dus we gieten gewoon één blik erin en dan kijken we hoe het loopt. En als het dan een beetje een andere kleur is, dan leven we daar maar mee. Ah, jij? En wat je doet is, dan gooi je zo de witverf in die emmer, dan moet het met een roerstaafje goed gemengd worden en dan gooi je dus een beetje in zo'n bak. Nie kan eventjes hier achter die buis het gaan doen. Dat vind je goed kan. Wat? Oh, jullie gaan naar super? Yes! Nou, doei! Lekker bezig. Oké, jongens. De eerste strepen gaan op de muur. Nou, doe het. Eerste strepen. Ga ik al. De eerste streep zit er al op, hoor. Ja, de eerste streep zit er al niet op. Dit is de eerste streep. Oh,